Goedendag. Sexting, oftewel het versturen van seksueel getinte berichten en naaktfoto's, is bij de jongeren geen onbekend verschijnsel. Dat bleek de afgelopen week. Toen zijn er intieme foto's van onder andere scholieren van het vakcollege uit Tilburg gedeeld op social media. De afgelopen week hielden de naaktfoto's de gemoederen flink bezig in Tilburg. Dat is niet zo vreemd, want veel leerlingen zijn het slachtoffer geworden van deze extreme vorm van cyberpesten. Ik had er zelf ook op gestaan, maar het was geen naaktfoto. Het was gewoon een normale foto en er stond erbij een hoertje. Die stond gewoon op mijn eigen Instagram en die hebben ze er gewoon uitgehaald. Ja, ik was niet echt boos of zo, maar ja, ik trok me er niet echt veel van aan. Ik heb daar niet echt heel veel over te zeggen. Ik bedoel, ja, dat is haar eigen keuze, misschien wel van haar vriendje. En als dat vriendje misschien haar heeft doorgespeeld, ja, dat is zijn eigen probleem. Dat is niet mijn probleem, dus ja, ik heb daar niet veel over te vertellen. Ook leerlingen die nooit iets te maken hebben gehad met sexting worden nu in verband gebracht met de beelden. Ja, zij is op school geweest, maar daar is hij helemaal niet. Alleen daar hebben ze ook haar naam onder gezet. Dat is bij mij ook, hebben ze ook een meisje van foto van de BH. Hebben ze ook mijn naam onder gezet en mijn school en zo. Dus. En wat vind je daarvan, dat ze dit doen? Ja, ik vind dat gewoon nergens op slaan en denken dat ze grappig zijn of zo, maar dat zijn ze niet. Het vakcollege heeft laten weten dat ze geen reactie meer willen geven op de zaak. Ook tijdens de bijeenkomst, waarin de veiligheidsdriehoek de jaarcijfers presenteerde, werd nog even over de sextingzaak gesproken. Ik weet dat het veiligheidshuis in contact is met de schooldirecties. Ja. Om met elkaar te kijken hoe je op een of andere manier dit probleem te lijf zou kunnen gaan. En in preventieve zin dan. Ja. Hè? Ja. En wat wij doen is veel meer, er zijn een paar aangiften gedaan. En wat we gaan doen is onderzoeken of we bij, laten we zeggen, de daders kunnen komen om op die manier ook het een halt toe te roepen. Maar dat ene onderzoekje gaat het probleem niet oplossen, hè, want het probleem is veel breder en het is een beetje pesten in een hele vervelende vorm, zou ik maar zeggen. En inmiddels hebben al 5 mensen aangifte gedaan in deze zaak.